Afro Tros heeft op donderdag aangekondigd dat Jan Smit de sprong waagt als radiodj bij NPO Sterren NL Radio. Met ingang van 2 maart zal de 38-jarige zanger elke zaterdag tussen 15 uur en 17 uur het heft in handen nemen en het publiek tracteren op het muziekfeest op de radio. In zijn nieuwe radioprogramma zal Jan Smit niet alleen de bekende Nederlandse hits laten weer klinken, maar ook ruimte maken voor live optredens van het muziekfeest van het jaar en muziekfeest op het plein als kers op de taart deelt de enthousiaste zanger wekelijks zijn persoonlijke favoriete nummer liefkozend de hit van Smit genoemd. In een persverklaring deelde Smit zijn opwinding over dit nieuwe hoofdstuk bij AfroTros. Hij liet weten: "Aan mijn carrière bij AfroTros mag ik een nieuw hoofdstuk toevoegen. Die van commentator bij het Eurovisie Songfestival sluit ik af. Ik heb vorig jaar intern al aangegeven dat ik mijn songfestivalwerkzaamheden zou neerleggen. Dit geeft me de ruimte om nieuwe muzikale dingen te doen." Zoals nu dus een eigen radioshow te maken. Ook om het muziekfeest op deze manier nog dichter bij de mensen te brengen. Met deze frisse stap in zijn carrière zet Jan Smit een punt achter zijn betrokkenheid bij het Eurovisie Songfestival, waarmee hij nu ruimte creëert voor nieuwe muzikale avonturen en een nauwere band met zijn publiek via zijn eigen radioshow. Het lijkt erop dat Smit zichzelf opent voor een boeiende fase van creativiteit en verbinding met zijn luisteraars. De Nederlandse radioliefhebbers kunnen zich dus verheugen op zaterdagen vol muzikaal plezier met Jan Smit achter de microfoon.